Welkom in mijn transcriptieflow. Ik zal even uitleggen wat de flow is voor de transcriptie. Vandaag wil ik een solo doen van een Jannikus Dalla album. De Mystery to Me? Zo heet het album, denk ik. Mm-hmm. Zo heet ook het nummer al sinds Mystery to Me. Ik denk een van de eerste Jannikus Dalla live albums in New York. En dit is eigenlijk een vrij grappige, omdat dit is een transcriptie. Dit gaat een transcriptie zijn van een saxonist die ik echt totaal niet tof vind. Ik heb hier zelfs discussies gehad met een oude kameraad hierover. Over het algemeen zijn, maar dat heeft ook meer met smaak te maken van de muziek waarin hij performt, zeg maar, de contemporary jazz, heel. Ja, hip. Heel hip shit. Zo de contemporary New York dingen. Wat ik totaal niet tof vind, echt. Shit. Shit. Piep. En eigenlijk, en dat is altijd leuk om verrast te worden, eigenlijk vond dit gewoon een coole solo van een Jannikus Dalla album. En ik wist echt niet dat dit Mark Turner was. Gewoon. En ik vond dat gewoon een coole solo. En toen ben ik gaan opzoeken. En toen denk ik, oh. Shit. Nee, eigenlijk niet shit. Eigenlijk denk ik net, dat is cool. Ik weet die man ook wel te appreciëren sowieso voor wat hij doet. Heeft gewoon te maken in dat zijn smaakkeuze en waar dat hij zich meestal in uitleeft, niet de mijne is. Maar maakt niet uit, dus. Het is meer een sus sound. Hier zit er niet in, hè. Is dat niet gewoon daar? Is dat niet gewoon... De baslijn impliceert wel... Maar de voicing zit geen tekst. Maar de voicing zit een soort van... Kind of. Maakt nu niet heel veel uit welke tensies. Tenzij dat ik echt een nummer wil afschrijven natuurlijk. Mm. Maar voor nu maakt dat eigenlijk niet uit. Ik wil gewoon weten... over welk akkoord de saxofonist gaat soleren. Dus we kunnen wel vrij safe zeggen dat het een mi mineur eventueel 7, eigenlijk maakt dat ook niet zoveel uit. Mi mineur is. Dus eigenlijk wel heel dankbaar van Jannikus Dalla, omdat hij gewoon in, zeg maar, de Bach inversion speelt. Mm-hmm. En hier ook. Er zat nog iets van kruis tussen, hè? Let's have a check. Niet die voicing, maar wel allemaal mineur akkoorden. Cool. Kijk, het is een sopraan solo, dus wat heb ik nodig? Kijk, toch wel gewoon voor de sound match toch heel belangrijk. Ik speel normaal gezien meest alt, maar dit zou ik echt niet kunnen doen op een alt. Dat zou te freaky zijn. Doe je dat ook soms zonder instrument? Soms om mezelf een klein beetje uitdaging te geven, wel ja. Je ziet ook op Transcribe, kun je noten induwen en de pitches, dan krijg je een sine wave. Soms doe ik het op die manier als ik niet anders kan, als ik met mijn laptop ergens apart zit en ik wil toch afschrijven. Het ideaal is wel echt
het instrument dat je gaat transcriberen gewoon hebben. En ook als je, of zelfs als je zoiets, hier staat niet echt een goede Rhodes-klank of zo op, maar als je iets van akkoorden gaat, altijd probeer zo goed mogelijk in de buurt te komen van de sound die je gaat transcriberen. Want als je met piano iets probeert wat Rhodes klinkt, dus, eens kijken. Heel even omdenken, dus was La mineur, Si mineur voor hem. Met een serieuze band. Ik heb geen absoluut gehoor, voor alle duidelijkheid. Gaat ook echt niet met al die transponerende instrumenten, dan heb ik een probleem. Dan heb ik ook waarschijnlijk geen saxofoon kunnen spelen. En zoals je kunt zien, ik moet tenor, alt, ewi. Kan ik instellen welke dwarsluit wel in C. Natuurlijk mijn bariton zit in. Maar dus over het algemeen, ik speel vaker in C-mol, mi-mol en in do. Drie verschillende. Dus absoluut pitch, ik denk dat dat echt niet zou gaan gewoon. Dus ik heb relatief gehoor. Maar wat je wel kunt horen soms is de... Ik wist wel ongeveer in welke range van instrument, dat is niet zo moeilijk te horen, maar dat het een redelijk open noot zou zijn. Dus ik heb dan gewoon even de grondnoot gedubbeld. Wat een C is, veel open kleppen. Dus dat geeft een veel brightere sound als dit een D was geweest op een sax. Dan had dat veel meer... Een soort van ja, gedempte sound. Dit was eigenlijk super open en bleek ja, de meest open sound die je kunt eigenlijk hebben. Want een doorkruis hier, hoog doorkruis, is dus echt als heel open sound. Dus weten waar hetzelfde voor een gitarist, denk ik, als je open string of dat soort dingen. Soms herkent je ook toch nog een lichte nuance in het timbre van op waar, op dat, waar dat op de instrument ligt. Ja, genoeg sharps. Het zijn allemaal sharps. Op zich weet ik de noten wel, maar hij heeft ook echt die phrasing, die laid back en alles, even voor de saxonisten, alles aanzetten met de tong, wat het heel, alle noten even belangrijk hier maken. Daar ben ik niet zo goed in. Maar dat is dus een techniek, gewoon een abstract idee trouwens, dat ik misschien wel wil daar al uithalen. Niet de exacte lick, maar gewoon... aanzet van al die noten. Dat is trouwens iets wat Cannonball ook wel af en toe deed in zijn lijnen. Ging die gewoon van jazz phrasing naar echt elke noot aanzetten met de tong om het zacht. Dat heel veel gewicht gaf en heel ja, dat is een klein beetje dat concept denk ik. Ga ik hem double time noteren of niet? Dat is nu ook weer een dat is eigenlijk wel gewoon de puls natuurlijk. Ja. Maar het is wel een beetje te raar en te 16e, 32e shitty worden. 1, 2, 3, pap. Gewoon op de 4 natuurlijk. Het is eigenlijk dom met die voortekening, want het nummer staat wel in sol mineur, of klinkend fa mineur. Maar zij soleren alleen over de bridge, die eigenlijk sowieso een modulatie is. Dus eigenlijk bijna twee maten niks. Één maat niks. Goeie vraag, hoe ga ik die noteren, mannen?
Dit is een leuke. Je mocht dadelijk al in de comments laten wat het nu ook gaat zijn, hoe ik het ga noteren. Hoe zou jij het noteren? Want dit is wel een heel vrije... Ja, dus dit hier gaat sowieso... Andere mensen gaan dit op een andere manier noteren. Laten we eens even kijken wat ik de logischste manier vind. Sowieso redelijk laid back, hè. Maar ik kan hem toch beter, denk ik, schrijven op de tel waar dat die bedoeld is. En gewoon bijschrijven laid back. Zou ik die in triool schrijven? Denk het wel, hè. En daar wel dan anticipated. Ja. Gaan we als een lak krijgen? Klinkt mooi, hè? Hier is ook een sok erin. Ik denk dat dat de logische manier is, nee? Oppassen voor notatie-mistakes. Dan zeg ik wel dat dan door kruisen en dan vergeet ik hem in te zien. Heel idioot. Ja, ik denk deze. En zo voelt hij niet zoals ik die opschrijf. Ik weet dat. Maar dat is wel bij het benadering de meeste plaats waar dat niet komt. Ik ga zelfs gewoon even zijn geheel bekijken op het echte tempo of het sens maakt en anders. Dat is wel redelijk. Ik raad nu even de hele lijn op. Dat blijft een beetje een shabby plaats, deze hier, hè? Die. Pam, pakketetum, pam, pam, papam. Tam, takketetum, tatam, dadam. Zo hoor ik hem, dat is wat hij bedoelt. Pam, takketetum, papam, ladam. Of niet? Die komt gewoon, hij bedoelt die wel daar, maar die komt met een beetje vertraging. Mm. Alleen die noot. Dus ik ga hem toch in time opschrijven. Want het is maar één noot die een soort van een vertraging kan. Moeilijk zeggen. This note laid back is een beetje vreemd. Sowieso, notatie komt in de buurt en ik kan u een indicatie geven, maar de interpretatie of de echte. Ja, niet, stel u al zelfs voor dat ik het in quintolen of weet ik veel goed zou opschrijven. Zou je daar beter mee af zijn? Dat vraag ik me soms af. Ik denk niet dat het daar echt om gaat. Nee. Ik denk dat je vooral de juiste noten wel soort van op de juiste plaats moet hebben. En uiteindelijk als je die solo echt wilt leren nailen en echt wilt meespelen met hem, moet je echt je oren gaan gebruiken. Dus... Ik ga het hierbij houden. Ik zou het echt op nog redelijk wat andere manieren kunnen opschrijven. Maar dit is gewoon... Ik zou het eerder in transcripties een indicatie van wat de persoon probeert te communiceren. En dat is geen exacte wetenschap. Mm-hmm. En dat is net zo leuk aan de improvisatie. Stel je voor dat iedereen een heel, heel mooie vierde achtste is. En dat is niet wat muziek leuk maakt. Dan kun je het even goed door een computer laten spelen. Wat soms ook gebeurt natuurlijk. Maar dat is net het leuke van daar toch nog tussen die in die grijze zones te zitten. Ook al kun je die als je echt wilt. Doe wat je mee wat je wilt. Andere mensen, laat maar een comment als je denkt dat je... een betere manier hebt om het te schrijven. Ik ga het toch niet aanpassen. Nee, het is niet waar. Ik sta altijd open voor echt een nieuwe. En er zullen misschien voor andere mensen beter. Voor mij is dit de beste. Ik denk dat dat gewoon... Ik doe het wat voor mij er het duidelijkst uitziet. Hmm. Ja? Ik kan het nog altijd aanpassen. Hier gaan we het bijhouden. Dat is op 100%. Ik
vind die laatste Sol Kruis ook zo leuk, want die is denk ik niet helemaal bedoeld. Een soort van... Die heeft niet dezelfde intentie als die andere. Padada. Die komt er zo achteruit als een soort van een fade-out nootje. Die klinkt heel los gespeeld. Dat is ook nog iets. Eigenlijk is piano leuker om te transcriberen, want ik bedoel, een do is een do. Tenzij dat je Chicoria en guitar speelt. En daar kun je wel, maar met het saxofoon, soms die intonatie dingen zijn wel anders. Ja. Zeg een la. Ja, zit toch? Ik zei toch, maar het klinkt raar om de een of andere reden. Mm-hmm. Ja, die wordt dus leuk. Het is een typisch voorbeeld van als je vingers niet meer synchroon gaan met wat je tong doet, dan krijg je dit. Hoort je? Ja, ik kan dat, het is moeilijk uit te leggen misschien voor, en ik heb er geen woord voor, saxofonisten zullen het echt zeker wel herkennen, maar... Het is gelijk op gitaar, als je linkerhand en je rechterhand niet meer inderdaad, misschien zelfs als bij een saxofoon, als je phrasing, je tong, niet synchroon gaat met je... Dus dit wordt nog een heel interessante om... Hoe ga ik die opschrijven? Want... Wat is zijn bedoeling? Aangezien dat hij hier een triool aan het spelen is, denk ik dat hij ba ta di ta di ta di ta ba di ta di ta di ta wou doen. Door de beetje de traagheid van die komt hij net op die volgende. Niet pas. Nu eens even. Eigenlijk hoor ik nu twee noten op die hoge. Hoor ik bijna, maar dat heeft hij niet op die manier gespeeld. Hè? Het is niet alsof je nu moet gaan oefenen op een dikke synchronisatie. Of zelfs zo... Daar wou hij niet spelen. Hè? De noot is, maar dat is wat dat hij intended om te spelen. Ja. Dus ik ga het ook wel zo opschrijven. Ik denk dat het idee heel cool is trouwens. Dus ik ga de intended line hier opschrijven en niet wat ik hier eigenlijk hoor. Ziet, en daar komt hij weer in zijn triolen die hij dan per twee probeert. Kijk, als je die eerst op 50% doet, lijkt dat toch als die rush dat een motherfucker. Gans pushy, en als je die gewoon op 100%, dan vind ik dat die dat uber nailt gewoon. Dat die echt super strak is net. Dat is ook een van die dingen met 50% of 100%. Hoe dat op 50% overkomt, dat kun je niet. Dus dat is waar ik ook. Ik ben echt een grote voorstander van eerder rushen, tussen aanhalingstekens. Als je het echt zo gaat analyseren, dan is die te snel. Hè? Ik denk dat je dan altijd beter in time overkomt dan sowieso te traag zijn en altijd achterop. Mm-hmm. Echt een slechte feature. Je kunt ook beter echt een drummer hebben die. Een beetje pushed dan ene die
ook heel leuk. Die gaat er. Komt echt samen met. Dus ga ik ook weer eikpunten nemen en het onderverdelen in achtstes. Ik ga het wel een even ritme geven. Maar, en dan eiken op die punten. Nee, dat is gewoon een duik. Op dit tempo hoort je dat echt niet meer op. Daar lijkt dat één even te zijn. Dit is eigenlijk mijn volgende project, want ik ben nog iets aan het afwerken op dit moment. Even kijken. Ja, die heb ik dus af. Dan moet ik zelfs ook nog doen al akkoorden. Dat is ook altijd nog wel een slavenwerkje. Om dat er allemaal in te... Kijk, wat ik nu niet laat zien, maar de proofreading. Gewoon noot voor noot doorgaan. Ik moet dat echt doen, want ik doe altijd... 1. Idiote notatiefouten. En 2. Af en toe, ja, gewoon mis ik wel iets. En proofread, ik haal er altijd fouten uit, gewoon. Dan af en toe, zeker als ik denk dat het belangrijk is. Voor sommige solos vind ik het belangrijker dan voor anderen. Net zoals ik zei net voor Mystery to Me, ga ik het wel interessant vinden om ook de articulaties heel goed toe te voegen. Net zoals ik ook veel op die Cannonball solos. Want dat is wat ik uit die Cannonball solos ook wil halen. Die articulatie vind ik echt nice. Maar als ik een Charlie Parker solo, is minder interessant. Ik weet wel ongeveer al hoe hij dat fraseert. En dat kan ik wel doen door het te beluisteren. Of niet bij alle Paul Desmond solos wil ik de phrasing. Paul Desmond vind ik veel interessanter qua melodische lijnen. En... soms ook phrasing of zijn laidbackheid in time, maar niet per se de phrasing zoals Cannonball of Mark Turner op die Yannick Westala. Dus heeft allemaal te maken met wat ik hoop uit die transcriptie te halen. Bij deze is dat, ja, gewoon, Paul Desmond is gewoon de reïncarnatie van Bach. Oké, okay, maar wat dan gebeurt is, dan gaat hij naar PDF, sowieso, voor te delen op de site, maar ook naar PNG. Ik heb dat nu al gedaan, maar ik kan die hier kiezen. Sla ik die zo op. En dan... en dat zijn de volledige die ik dan gewoon... meestal per 2, of nu met de titel erbij, 2 of 3 lijnen... en dan kopie opslaan, duidelijke naam geven. En je ziet dat ik dat eigenlijk al gedaan heb. Ik moet ze alleen nog synchroniseren met de muziek in Adobe Premiere. Dat was het. Ik hoop dat je dat misschien interessant vond. En laat me weten of je, ook transcribeert en of je het een logische flow vindt. Of dat je... zelf een andere flow hebt, bedenkingen. Je mocht alles wat je wilt in de comments zeggen. Nee, niet alles. Niet alles. Gewoon vragen stellen of comments laten. En als je het apprecieert wat wij doen, dan zou je ook eens kunnen kijken op onze Patreon. Want daar hebben we nog heel veel extra dingen. En ook muziek die we maken, extra PDF's, oefeningen. Tutorials, early access, heel veel dingen. Het zal ons heel fel helpen, want het neemt heel veel tijd in beslag en wij hopen dit te kunnen blijven doen. Het is heel moeilijk om te zeggen wat een gemiddelde per transcriptie is. Het ligt aan de duur van transcriptie en de intensiteit. Zo denk ik aan die Golden Match solo van Erik Marienthal, Michael Brecker solo, Strap Hanging. Er zijn wel solos die al bij al zeker 15 uur in beslag nemen. Moest je een specifieke transcriptie willen, je kunt er altijd één bestellen bij ons. En dan kunt je hier een comment laten of ineens sturen naar info@edgeeffect.media.